Dat willen wij dus ook op poten gaan zetten. En daaromheen allemaal acties. Dan moet je denken aan grote veilingen, mensen die stellen hun eigen diensten beschikbaar. Noem maar op, alle acties die ook kleine kinderen uitvoeren, komen allemaal daarbij een. En daar willen we ook eigenlijk de grote finale laten plaatsvinden. Misschien moeten we een ander afzienoffer in de gedachten nemen. Denken aan verplicht 4 dagen frikandellen en bier consumeren. Dat is afzien hoor, kan ik zeggen.